ik doe dit al geruime tijd eigenlijk, al 32 jaar. Ik voel toch wel regelmatig de stress bij de mensen van we komen naar hier. Wij zijn het eerste aanspreekpunt natuurlijk. Hè. Dus op die manier is dat het leuke, de mensen geruststellen. We gaan naar een kamer toe, je maakt daar iets. Dat gaat met een lach en een zwans dikwijls. En de appreciatie van die patiënt is echt wel geweldig als je de kamer terug buiten wandelt en als ze nog achterna roepen, stuurt de rekening maar op. Hè. Contact met de mensen is nauwer, is dichter. De mensen zijn hier, ook als verpleegkundige, heb ik niet het gevoel dat ik een nummer ben. Wij zorgen in het ziekenhuis letterlijk voor onze familie. Wij zorgen letterlijk voor onze buren, voor onze vrienden, voor ons gezin. Wij kunnen het ons niet permitteren om niet perfecte zorg te bieden, want de kans is groot dat we eigenlijk voor elkaars vrienden en gezin aan het zorgen zijn. Eigenlijk wat wij gewoon zoeken zijn mensen waar dat een hoekje af is. Die een beetje anders zijn en die een beetje anders durven denken. En die ook niet bang zijn om hun persoonlijkheid in hun job te steken. Dat het belangrijk deel van je wakkere leven dat je doorbrengt op je werk, dat er een plezierig moment is.